Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd voor een nieuw receptfilmpje. Super leuk jullie kijken. Vandaag gaan we iets maken wat momenteel redelijk viraal gaat. Dus ik dacht, nou, weet je, laat ik mij een versie ervan maken. We gaan namelijk cottage cheese flatbread maken. En daar gaan we ook een vulling voor maken. Alleen, daar gaat het in dit filmpje eigenlijk niet om. Het gaat echt om de cottage cheese flatbread. Die gaan we maken, ook een vulling. Je kan er heel veel mee variëren. Maar wat we voor mijn versie allemaal nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, uiteraard cottage cheese, hè? 1 kuipje. 2 stuks medium eieren. Italiaans kruiden. Knoflookpoeder. Dat is voor de flatbread. Dan gaan we hem nog beleggen met een beetje tomaat. Kipfilet gaan we in reepjes snijden. En die gaan we aanmaken met mayonaise. En daarmee gaan we deze cottage cheese flatbread beleggen. Maar zoals al gezegd, hè, je kan variëren tot en met. Dus je kan heel veel mogelijkheden uit. Zo, nou, dan gaan we zo meteen beginnen met maken. Hè. Wat gaan we doen? We gaan de kipfilet in reepjes snijden. Die gaan we aanmaken met de mayonaise. Dan gaan we de tomaten in plakjes snijden. En daarna gaan we de cottage cheese flatbread beslag maken. Dat zijn dat kuipje cottage cheese met 2 eieren en de smaakstoffen. Gaan we hem goed blenderen en dan gaan we die bakken in de oven op 175 graden voor ongeveer 30 minuutjes. Als hij eruit komt, laten we hem even afkoelen en dan gaan we hem beleggen. Zo, nou, ik heb de kipfilet in reepjes gesneden en ik heb de tomaat in plakken gesneden voor het beleg voor onze cottage cheese flatbread. Dan heb ik hier het kuipje cottage cheese. Dat doe ik even in een pan, een hoge pan. Ja, je kan het ook in een liter maat doen, hè, maar die is even bezet bij mij, dus het maakt niet zoveel uit. Het gaat erom, je kan het ook gewoon een normale blender doen natuurlijk. Ik doe het met staafmixer. Maakt niet zoveel uit. Als je het maar goed blendert. Dus, kuipje cottage cheese en 2 eitjes. Smaakstoffen, de knoflookpoeder. Ik kan ook een klein beetje uienpoeder toevoegen. Wat je zelf lekker vindt. De Italiaanse kruiden erbij. Nou, en dan pak ik mijn staafmixer. Goed blenderen. Zo. Pak even een. Dan heb ik hier een ovenplaatje. Deze heeft een teflon laag. Dus ik hoef hier als het goed is geen vetvrij papier onder te doen. Gebruik anders vetvrij papier, hè. Op je bakplaatje, klein beetje uitsmeren. Kijk, dat ziet er zo uit. Nou, dan gaat hij nu de oven in. Op 175 graden, ongeveer 30 minuutjes. Zo, en als mijn flatbread gebakken is, dan kom ik uiteraard weer even bij jullie terug.
Zo, nou, mijn flatbread heeft er ongeveer 35 minuutjes in gezeten. Ik ga hem eruit halen. Hij is mooi bruin. Ik heb natuurlijk al eventjes gespiekt. Kijk, dat is hem. Mooi goudbruin. Ben ik er alleen wel achter komen dat hij toch vast zit. We laten hem even een klein beetje afkoelen en dan gaan we hem proberen los te maken. Dat gaat denk ik wel lukken. Goed, maar voor nu even af laten koelen. We gaan nog eventjes de kipfilet met de mayonaise mengen. Nogmaals, voor de vulling kan je variëren. Je mag het lekker zelf weten wat je erin doet. Het is natuurlijk oneindig. Doe er nog een klein beetje zout bij. Zo, tomaatjes, de kipfilet. Je kan natuurlijk ook nog sla erin doen. Nou ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Nou, dan gaan we hem toch maar proberen even los te maken. Ja, hij zit echt goed vast. Nou, dus altijd een vetvrij papiertje gebruiken. Ah, kijk maar, hij komt nu wel los. Zo. Hij is ook nogal erg warm, hè? Dus ik laat hem nog heel eventjes afkoelen en dan kom ik zo meteen weer even bij jullie terug. Zo, nou, gelukkig gaat hier ook wel eens iets mis, hè? Hij is een klein beetje gescheurd. Hij is afgekoeld, maar goed, dat scheuren, dat komt echt puur en alleen doordat ik geen vetvrij papier had die klein beetje vast zat. We gaan hem toch lekker afmaken. De kipfilet erin. De tomaatjes erop. Nog even lekker een klein beetje zeezout op de tomaatjes. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van dichtklappen. Nou, en dan is je cottage flatbread helemaal klaar. En dan zou ik zeggen, smullen maar. Het ruikt fantastisch. Het ziet er toch ook nog wel mooi uit, vind ik zelf. Klein beetje gescheurd, maar nogmaals, er komt wat vetvrij papier. Dus gebruik altijd vetvrij papier. En dan plakt hij niet vast. Zo, dit was het weer voor deze maandag. Dus een leuke video. Geef even duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Het is geheel gratis. Lekker recept om mee te variëren. Er gaat wel eens iets een klein beetje mis, ook bij mij. Maar goed, het gaat om het resultaat en bakpapiertje gebruiken, nogmaals. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. En we zien elkaar vrijdag weer bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Tot dan, dankjewel, doeg!